Maar na mijn eerste zelfmoordpoging, toen ben ik ook een tijdje in het gevoel geweest van totale overgave. Want dat is wat er gebeurt, hè. Als jij echt bewust, en dan bedoel ik niet halfslachtig, hè, maar echt bewust die pillen inneemt, waarvan wordt gezegd, hier word jij niet meer wakker van, dan gaat er wel wat, dan giert er behoorlijk wat door je heen, die dagen ervoor. Dan word je wakker, omdat zo'n poging mislukt, maar je bent wel door een bepaald proces van loslaten gegaan. En dat, ja, dat hou je bij je of zo. Er zijn momenten dat ik me zo vreugdevol voel. Dat ik, het klinkt heel raar, maar dat ik gewoon helemaal opleef. Terwijl ik in deze periode zit. Maar opleven op een andere manier. Dat is een gevoel van, het is klaar, het is goed. Je hebt dit heel goed doorgedacht. Je hebt dit heel goed voorbereid. Hè? Straks voor zover ik als ik kon. Ja. En waar ik me heel erg van bewust ben geweest naar mijn huisarts toe, is van, je legt wel iets bij iemand neer. Je legt wel even iets bij iemand neer. Het is in een gevoel van dankbaarheid naar hem. Hoewel het eigenlijk wel een recht is. Maar om je daar nou zo op te beroepen naar een huisarts toe. Ik denk dat niet goed werkt. En zo ben ik er ook niet ingegaan. En mijn huisarts weet dat ik al 2 keer geprobeerd heb uit het leven te stappen. 11 jaar geleden heb ik hem ooit gevraagd of hij mij wilde helpen met euthanasie. Dus hij weet onderhand ook wel, ja, dit is geen eendagsvlieg. En toen heeft hij gezegd, ik ga het eerst juridisch onderzoeken of ik strafbaar ben. En dan bel ik je terug na 4 weken. En dat heeft hij keurig gedaan. En we hebben gewoon afspraken gemaakt. Volgende week donderdag belt hij en dan komt hij waarschijnlijk even kijken. En ik heb zelf gezorgd voor palliatieve thuiszorg. Op het moment dat ik terminaal ben, dan kan de huisarts beroep doen op de terminale zorg. Dus dat heb ik, voor zover als het kon, heb ik het zelf allemaal, ja, op die manier gezorgd dat het zo zou lopen. Ik heb een boekje besteld dat heet Informatie over zorgvuldige levensbeëindiging. En in dat boekje... dat is eigenlijk een. In dat boekje worden methodes, verantwoorde methodes van zelfdoding genoemd. En in hoofdstuk 2 wordt heel uitgebreid over versterven gesproken. En zij noemen dat in het boekje bewust stoppen met eten en drinken onder palliatieve begeleiding. Zo wordt het genoemd. En ik ben blij met het boekje. En iedereen, ik zou eigenlijk, het klinkt een beetje gek, maar iedereen die behoefte heeft aan duidelijkheid rondom deze methode, raad ik aan om dat boekje te bestellen op internet. Want het geeft je zoveel extra gevoel van, oké, ik ben op veel dingen gewoon voorbereid. Je kan anticiperen op dingen die kunnen gebeuren. Je kunt dingen aanschaffen om je mond te verzorgen. En dat is dat allemaal... beschreven in het boekje, er staat ook heel goed beschreven in wat je rechten zijn. In de positie waarin ik verkeer heb ik ook rechten. Hè? En dat wordt bijvoorbeeld in het boekje verwoord, ik kan het wel voorlezen, een klein citaatje. Palliatieve begeleiding door een arts is wenselijk, maar kan desnoods gemist worden als een arts weigert medewerking te geven. Het is wel van belang om een arts die palliatieve zorg weigert te wijzen op zijn zorgplicht die volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst bestaat. Die zorgplicht blijft bestaan, ook als een arts persoonlijk deze stervenswens verkeerd vindt. Dus dat is heel duidelijk. Er wordt heel duidelijk gezegd, je mag dood. Of je hebt het recht om dood te gaan. Ja, er is in mij een besef, meer en meer, en dat is er ook niet voortdurend, maar het is van, ja, maar er is, ik bedoel, laat ik het anders even raar anders zeggen.
wij denken te leven. Wij denken in een lichaam te zitten. We zijn geboren en we gaan dood. Dat is wat wij denken. Maar ik zou het misschien beter is het woord levenssituatie. Want het leven en de dood, of de levenssituatie en de dood, de zogenaamde dood, vinden plaats in het leven. Ik bedoel, zonder dood is er geen leven. Als je heel erg vanuit je ikje leeft, heel erg zelfgecentreerd, heel erg egocentrisch, dan ervaar je heel veel ik tegenover de ander, ik en jij, buiten binnen, afgescheidenheid. Ja, zo kun je in het leven staan en dat noemen wij over het algemeen leven, presteren, ervoor gaan. En dan word je een ik. En met dat ikje verschijnt ook afgescheidenheid en de dood en eindigheid en terror en angst en noem maar niet om. Maar als je af en toe contact hebt met die laag voorbij dat ikje, zoals ik dat noem, dan zie je eigenlijk hoe relatief het allemaal is. Wanneer was voor het eerst dat je dat hebt ervaren, dat je daar contact mee kan hebben? Of heb je het altijd al heel duidelijk van jongs af gehad? Nee, ik heb het een jaar of 12 voor het eerst heb ik dat iets van gevoeld. Van een soort hele subtiele verbondenheid. Het is een intimiteit die heel intiem. Het is een intimiteit, maar heel onpersoonlijk. Het is niet van mij. Het is ook niet van jou. Wij zijn dat gewoon. En ik krijg soms, ja, soms merk ik wel dat mensen iets zeggen van de manier waarop ik ze aankijk. Of, dat ze iets voelen van of zeggen, ja, er is iets. Of, ik heb het wel erg mooi gevonden. Iemand zei ooit, we zijn één. We zijn zo één als wat met z'n allen. Maar eenheid kan zichzelf niet als één ervaren. Daar heeft het contrast voor nodig. Dus eenheid, ik zeg het even op mijn manier. Hè. Eenheid, wat wij ten diepste zijn, één, heeft zich opgesplitst in de dualiteit. Om vanuit die dualiteit weer de eenheid te kunnen ervaren. Die je kunt ervaren op deze planeet. Die verbondenheid kun je met elkaar ervaren. Dat weten trouwens, weten we eigenlijk allemaal wel. Maar als het indaalt in je belevingswereld en je ervaart het werkelijk, dan is dat een enorme bevrijding. En het is niet de vrijheid voor een ikje. Maar het is gewoon iets wat groter is als ik. En dat is er gewoon, of ik nou dood ga of niet, dat is er gewoon. Ja, en dat kun je wel vrij zijn noemen.